Noordwijk neemt het dit weekend op tegen DVS 33 in Ermelo. Het zal het duel zijn tussen de nummer 2 en 1 van de ranglijst. Vorige week verloor de ploeg van Kees Zethoff met 0-1 in eigen huis van Stedoco. Thomas Reinaars en Nick van Staveren vertellen hoe die nederlaag werd verwerkt afgelopen week. Ja, heel plat gezegd, gewoon een kutwedstrijd. Maar dinsdag hebben we met z'n allen gezeten in de kleedkamer. Daar hebben we dan een televisiescherm en analyseren we de wedstrijd. En dat dan voor je gevoel denk ik echt in de wedstrijd zelf van jezus, het loopt gewoon niet, het gaat niet, het lukt niet. Eigenlijk is gewoon plat gezegd gewoon, zeg maar, kloten. En dan dat Kees dan dinsdag in de kleedkamer zegt van, joh jongens, ik ben eigenlijk best wel trots op hoe jullie gespeeld hebben, want we hebben weinig weggegeven en maar één kans. En dat is dan, uiteindelijk is dat een goal, terwijl wij gewoon wel weer gedomineerd hadden, ook vanuit de beelden als je dat dan terugkijkt. Maar ja, weet je, toch blijkbaar als je dan het resultaat niet haalt wat je wil halen, dan ben je wel best wel zuur van. En ik ben wel het hele weekend een soort van kapot ervan geweest, om maar zo te zeggen. Als je een wedstrijd verliest, dan kijk je toch wel anders, kom je anders naar de training. Kom je op zo'n maandag toch even met een wat minder lekker gevoel het veld op. En dat kan er wel voor zorgen dat we weer anders de training en de wedstrijden gaan benaderen, ja. Ik kan me ook voorstellen dat qua timing, je krijgt nu toch de absolute kraker, dat het misschien dan wel weer net goed is. Ja, is het de absolute kraker? Niet? Weet ik niet. DVS staat er natuurlijk goed voor en is echt een hele goede ploeg. Dus dat is gewoon een hele mooie wedstrijd. Maar qua timing, mij had het niet uitgemaakt tegen wie we nu hadden moeten spelen. Ik had er sowieso heel veel zin in gehad om weer te gaan ballen. En te kijken ook hoe wij omgaan met zo'n teleurstelling wat een nederlaag toch altijd is. Is het ook zo dat na die nederlaag jullie ook zoiets hebben van, nou ja, oké, die hebben we gehad. Weer volle energie tegen DVS. Ook al is dat dan de nummer 2. Ja, tuurlijk. Maar ja, weet je, je merkt ook gewoon dinsdag op de training. Iedereen is fel, iedereen is gebrand erop. Weet je, en we willen niet verliezen. En we zijn nooit de ploeg die we moeten verliezen. Weet je, we willen altijd winnen. En dat zullen wij hebben, maar dat zullen andere ploegen ook hebben. Maar ja, je merkt wel meteen weer, hè, alle kopjes staan weer dezelfde kant op. En iedereen met beide beentjes op de grond. En minder het lang levende lol gevoel. Nee, nou moeten we gewoon weer naar die 3 punten gaan. En dat moeten we ze aanstaande zaterdag laten zien. Dat we gewoon ook verliezen. Dat we daarna gewoon als ploeg zijn en met z'n allen kunnen gaan rijgebreien. En als dat niet gebeurt, ja. Weet je, dan verliest er weer een. Ja, dat kan misschien wel gebeuren. Maar ja, dan moet je het week erop weer laten zien. Dus ja, ik ben er niet zo heel hartig op. Maar joh, dat komt allemaal wel goed. Het zijn gewoon leuke, mooie wedstrijden. Je speelt tegen goede ploegen. Het is meer dat wij gewoon elke wedstrijd, dus ook tegen iemand die lager op de ranglijst staat, benaderen wij eigenlijk op dezelfde manier. We willen altijd domineren. We willen altijd onze wil opleggen aan de tegenstander. En dat maakt niet uit of dat nou een Twente, Sparta of de nummer laatste of ene laatste in de derde divisie is. Dus zo benaderen we eigenlijk elke wedstrijd. Ik zie jou ook regelmatig bij Hillegom. En dan zie ik ook bijvoorbeeld Lars Rous van FC Lisse. Heb je dan ook nog contact met die gasten? Want FC Lisse moet dit weekend naar Hoek. Ja, we hebben wel eens over. Vorige week was Björn Hegget, die was er van SJC. En was ik met Lars Rous, zaten met z'n drieën. Weet je, met een drankje erbij, vertouwen hoeren erover. Weet je, want het gaat altijd over voetbal. Bijna altijd over voetbal. En als Lars daar weer gewonnen heb, één keer in de 3 wedstrijden loop ik Lars weer in de zijk te nemen. En zeg, morgen Rous, heb je weer een paar punten gepakt vandaag, weet je wel. Dus, de onderlinge strijd is in dat soort opzicht is dat er helemaal niet. Kijk, weet je, als wat er in het veld gebeurt, gebeurt er in het veld. Maar nee joh, weet je, het is allemaal leuk met elkaar. En we hebben het er wel over. Dus ja, als Lars bij wijze van zaterdag wint van Hoek, dan geef ik er wel een treetje pils of zo. Maar dat is dus bij deze Rous. Maar we zien het wel.